We gaan nu naar Baba Tarawali. We hebben hem net al even aan tafel gezien. Hij schrijft onder andere over internationale samenwerking. Hij is verhalenverteller en regio-medewerker Afrika bij Free Voice, een organisatie die zich inzet voor onafhankelijke media. We hebben het al heel kort over zijn boek gehad, De God met de Blauwe Ogen. En wij weten inmiddels ook dat hij aan een tweede boek werkt. Dus ik ben benieuwd waaruit hij gaat voorlezen. Dames en heren, Baba Tarawali. Ik denk niet dat ik jullie blij kan maken met wat ik deze. Ik had verwacht dat Ronald gewoon als laatste zou optreden. Maar ik heb voor iets ander verhaal gekozen. De pastor pakt verbroederlijk mijn hand en trekt met zakjes wat ziek mee, alsof ik zijn handen stop ben. We verlaten de kerk en vangen direct de aandacht van de vele voorbijgangers. We lijken wel de lens van een camera die alle aandacht opeist van diegene ervoor. Ik weet precies wat de mensen over ons zullen denken, maar de pastoor schijnt zich niet te storen aan de aandacht die onze verschijning oproept. Wat fijn dat je bent gekomen, Elijah. Gecondoleerd met je grootvader. God heeft zijn ziel. Het was een fantastisch man. Dank je. Ik heb veel zendingswerk gedaan in Afrika en veel treurings meegemaakt, mijn zoon. Maar dat wat ik in Sierra Leone heb gezien, valt niet uit te leggen. Het is buiten alle proporties. Dit hoort een mens niet mee te maken. Dat is exact de reden dat ik heb besloten u op te zoeken. Ik hoop dat u mij uitleg kunt geven over hoe het zo ver heeft kunnen komen in zo'n gastvrij land als Sierra Leone. De pastoor is blijkbaar geraakt door mijn opmerking. Want hij houdt even zijn pas in en schudt zijn hoofd alvorens hij diep inademt. Hij slaat zijn ogen een seconde naar de hemel en blaast zijn adem een keer door zijn neus uit. Waarbij hij zichtbaar wordt in de koude lucht. Als we het café binnenlopen, worden we door een leuke jong meisje ontvangen. Die haar werk zichtbaar met plezier doet. Ik zie haar net van een tafeltje komen. En met haar mond vol witte tanden loopt ze ons stralend tegemoet. Ze wijst ons een rustig plekje in de hoek, veegt de tafel schoon en haalt de lege koffiekopjes weg. Binnen 30 seconden is ze alweer terug. Wat willen jullie drinken? Haar glimlach ontvult wederom haar mooie rij witte rechte tanden tot en met de laatste kies. Even krijg ik het gevoel dat ze stijf van de spier was. Zo net als stond, was hij. Want hoe kan iemand van natuur onafgebroken vrolijk blijven? Hoe dan ook, het is prettig om naar zo'n vrolijk meisje te kijken, dat het leven neemt zoals het komt en waarschijnlijk nog geen moeilijke dingen op haar pad is stukken gekomen. Anders zou het lachen haar al vergaan zijn. Het meisje vormt een enorm contrast met de pastoor, die een glaasje droge witte wijn bestelt en een cola voor mij. De lijnen in het gezicht van de pastoor zijn sporen van een intens leven en de droefheid in zijn ogen verraadt veel pijn en verdriet. Zelfs als hij naar het meisje lacht, zie je het verdriet in zijn ogen weerspiegeld. Nu begrijp ik wel waarom Witska hem een glas whisky had willen geven. Hij ziet eruit alsof hij wel een flinke nut kan gebruiken. Elijah. Ik zie het niet alleen als mijn taak om je uitleg te geven over wat er is gebeurd in Levuma. Maar ik heb ook een taak van je grootmoeder gekregen. Zij wil dat ik me over je ontfer hier in Nederland. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ze heeft mij gevraagd om je zolang ik leef in je verdere leven te begeleiden. Ik krijg een beetje een onderbouwd gevoel en begin vaak te begrijpen waar hij heen wil, maar geeft geen reactie. Hij stoort zich niet aan mijn zwijgzame houding. En vervolgt. Elijah, ik heb je grootmoeder en grootvader kunnen overtuigen afstand te doen van humanistische praktijken en Jezus te aanvaarden als de weg naar God. En nu wil ik graag dat jij, pastoor, met alle respect, ik ben hier niet om bekeerd te worden, onderbreek ik hem. Ik ben gekomen om meer te weten te komen over de dood van mijn opa, de situatie van oma en de oorlog in de Roma. Dat is alles. Dus daar wil ik het graag bij houden. De pastoor kijkt me met open mond aan,
aan. Hij probeert iets te zeggen, maar er ontsnapt alleen lucht uit zijn mond. Hij klemt zijn oude gerimpelde lippen vervolgens op elkaar en kijkt me doordringend aan.